Het tangram, groep 8a. Oorlogskinderen. In een land hier ver vandaan is het oorlog. Kari rent over straat en moet zich verstoppen. Plots ziet ze haar vriendinnen staan. Ze zijn blij dat iedereen nog leeft. Maar haar vriendinnen hebben slecht nieuws. We moeten je wat vertellen. Ze hebben gezien hoe haar ouders en zusje zijn doodgeschoten. Nee, dat kan niet! Dat kan niet! Kari is zwaar gewond. Haar vriendinnen proberen haar te helpen. Kari, Kari. Wat moeten we doen? Verbinden. Hoe dan? Pak je vest. Kijk, verbinden. Zo. Je moet een beetje hard drukken. Ja, dat doe ik. Dit gaat niet werken hoor. We moeten haar naar het wc brengen. We kunnen haar zo niet helpen. Moet ze niet naar het ziekenhuis? Alles ligt hier in puin. Je kan nog naar een ziekenhuis te gaan nu. Ja, oké. In het weeshuis zitten nog meer kinderen met verwondingen. Er is iemand die bijna niks meer kan zien. En er is een jongen zonder benen. Verveel me. Weet je wat? Maak maar een tekening van je vader en moeder. Dat helpt. Hoe moet dat dan weer? Nou, dat is toch best wel mooi. Dit, deze kleutertekening. Waarom zijn kinderen nou weer de dupe van de oorlog? Dan gaat de bel. Voor de deur staan twee doktoren uit Nederland. Ze hebben het weeshuis op tv gezien en willen hun hulp aanbieden. Ze hebben een doos met protheses meegenomen. Dokter, laten we beginnen met de operatie. Oké. De doktoren opereren alle kinderen van het weeshuis. De protheses zijn net echt. De jongen krijgt weer benen. Een andere jongen kan weer zien. Zo. Wakker worden. Ik kan weer zien. Ik kan weer zien. Yes. Eindelijk. Dank u wel, dokters. En Kari krijgt een nieuwe arm. Iedereen is blij. Het is net echt. Gefeliciteerd. Ja. Alle kinderen zijn geholpen. De kinderen kunnen weer lezen en voetballen. Ik ging mijn hele kindertijd anders bekijken. Dus ik moest mee naar de kapper. Maar ik had nooit ja gezegd als ik had geweten dat we naar het sessionale schoonheidssalon gingen. En Kari? Zij maakt een mooie tekening voor de zusters, om ze te bedanken. Want zij mag met de doktoren mee naar Nederland. Oh, wat lief. Heel erg lief. Ik wilde jullie nog bedanken voor wat jullie allemaal voor me gedaan hebben. Graag gedaan. Goeie reis.